Oké, het is een solar eclipse, laat maar komen! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.iets.iets. Ik ben er weer, Zelda Player 20, Stevie, terug met een nieuwe aflevering. Ik ben benieuwd hoe goed dat wij tegen een solar eclipse kunnen doen. Dus ik heb gewoon een solar eclipse gestart met een van de fragmenten die we hebben kunnen maken van de golem. Aangezien dat... Ah, paas erop. Dus zoals jullie kunnen zien, ik heb mijn sniper eventjes voor de grap geëquipt. Want die doet heel erg veel crit damage. Plus we zijn onzichtbaar. En dan vraag ik me af. Ja, ik heb mijn range dinges aanstaan. Dan kan ik beter dat even omschakelen. Dan doen we nog meer damage. Onze trap room die heb ik eventjes gefixt, zodat echt alles nou netjes werkt. En oh, onze damage is gigantisch. Ik zou de crystal bullets kunnen gebruiken, maar dat is een beetje zinloos om dat hier nou te doen. Oi. Ik kan ook schieten hoor. Dus ja, onze trap die doet het gigantisch goed. En we krijgen dus extra buffs van banners en weet ik het allemaal nog meer. En... ik vind het altijd zo leuk om die vijanden gewoon ook echt zo in in de pit te gooien van... nee, jij komt er niet doorheen. En ondertussen is Espion ook heel erg goed bezig, dus... oink. Nou, er komt veel. Het nadeel is dat er nou maar heel weinig spant in verband met dat we onzichtbaar zijn. En ja, dat reduces aggressions. In ieder geval, de traps die werken goed. Zelfs de vleermuizen die komen er bijna niet doorheen. Sterker nog, ik zit eraan te denken om gewoon heel eventjes te zeggen van... laten we extra zo en zo en dat doen en jou neerschieten. Ik schiet gewoon terug. Volgens mij schiet ik een zo'n beest neer. Weet ik hoe dat de beest heet. Nou, in ieder geval, onder komt ook genoeg te liggen. No, boy. Oh, hij schijft gewoon door. Jij niet. Oh, ik ging bijna dood. Zagen jullie dat? Oh. Oh, 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 oh. Ik ga inderdaad bijna dood. Oké, dan gaan we heel eventjes over naar een beetje veiligheid. We gaan gewoon even met de mitrailleur schieten. Oh, hoi. Die beesten die komen best wel dichtbij in één keer. Wil je dat niet doen? Oh boy, als we daar gaan staan... maar... oké, maar niet. Maar, oh boy, dat maakt wel uit. Ik heb liever dat jullie gewoon mee blijven. Kom, lekker naar beneden. Gaat het... oh, nee, 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 nee. Dat is een hele slechte timing. Oh boy, dat is niet slim. Eerst even naar huis. Steve is veilig. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Oké, omhoog, 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 omhoog. We got this. Hopelijk heeft hij een zo'n zwaard. Want als hij dat zwaard wil geven, dan ben ik een heel blij konijn. Want op het moment dat hij dat zwaard kan geven, zo'n broken hero soort, dan hebben wij genoeg voor de terrorblade te maken. En daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind nog steeds dat ik beter hier de holy arrows voor zou kunnen gebruiken. Ah, het is weer een haai op Cthulhu, jammer genoeg. Oké, zijn we weer veilig? Is weer goed. Misschien handig ook om buffs aan te zetten. Oké, we zitten weer goed. We zitten weer goed. Ik bedoel, ons doel is om een hero, broken hero soort te brengen. Dus ik hoop dat dat wel te doen is. En ons wapen... qua wapen zitten we goed. Ik vind het wel lachen hoe dat die beesten eigenlijk lachen op het moment dat ze... ja, schade krijgen. We kunnen even de sniper al even kijken of er iets nieuws komt. Nee? Er wordt flink geschoten. Er ligt hier ook van alles. Een silver coin. Wat is het? Silver coin? Oh ja. Tuurlijk. Silver coin. Dit is een silver coin. Ik denk al, hè? Is dat een pick-up? Nee, is helemaal geen pick-up. En de sniper is awesome, omdat één shot en je killt het gewoon. Je killt alles. Jongens, we hebben nog een hero blade nodig. Zo'n broken hero soort. Ik schiet gewoon terug hoor. Jongens, ik zie jullie wel na deze. Want hoeveel solar eclipse hebben we ondertussen wel niet gezien? Genoeg dacht ik zo. Dus ik zie jullie wel als we dit gedaan hebben.
44 gold in totaal daar op de lava bodem. Ik moet zeggen, die traps die werken goed. En we hebben hier weer een chainsaw en ga dood. Op zich best wel een goede loot pakken gekregen. En ik hou gewoon van dit wapen. Broken Hero Sword. Ja, we hebben er eentje te pakken gekregen. Met nadruk op eentje. Ik was even vergeten hoe lang dat zo'n evenement wel niet duurt. Maar we hebben er eentje te pakken gekregen. En dat was ook het enigste wat we nodig hadden. Maar ik ga eerst heel eventjes mijn inventory even kleren. Want echt serieus, ik heb veel te veel zooi. Maar goed, in ieder geval. We hebben een Broken Hero Sword. Wij hebben een Quick True Knight's Edge. En als ik dan bij mijn wapens ga kijken, hadden wij ook nog de Excalibur. Even kijken, waar zit hij? Eens even kijken. Kistje. Ik zag net hier hard wapens. Die moeten we hebben. Nou, en als we die drie dus combineren met elkaar, dan krijgen wij de Terra Blade. Een van de duurste dingen om te reforgen. 150 melee damage. En dan heb ik alleen nog maar mijn setup aan van de... De Ranger, dus kun je nagaan hoeveel dat hij zou doen met een Beedle. Dit gaat veel geld kosten. Help. Hi. Dank je. Reforge. Oh boy. 37 gold. Nou, dat valt nog mee. 17. Dit is duur. Forceful. Bulky. Nou, je wil speed met dat ding hebben. Shoddy, dat is waardeloos. Superior. Doen het voor. Ik bedoel... Vergeet niet, melee is niet mijn main class, maar als we die kans kunnen krijgen, dan zullen we dat zeker doen. Oh, trouwens nog één ding. Dankjewel, Glacium, voor dat te mentionen. Ja, de Eevee look is nou heel eventjes weg. S'avonds verander je in de weerwolf status. Dus we kunnen zeggen dat, ja, nou, ik wil Umbreon niet echt een weerwolf noemen. Ook al wordt hij nou zo in de Pokémon Moon Pokédex neerbeschreven. Maar ja, dat heeft te maken met de charm. Op het moment dat het avond wordt, verander je dus in de weerwolf look. En ja, zo werkt dat een beetje. Ik heb eventjes een paar potjes geplant. Hopelijk tot daar wat seeds uit gaan komen. Want we gaan dus naar een van de nieuwe bazen in Terraria 1.3. Namelijk de Moonlord event gaan we nu starten. En dat gaan wij doen met Holy Arrows. En hopelijk dat ik dat dus goed voor elkaar krijg. Waar is nou mijn... Ik had hier iets staan, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, daar stond het zwaard inderdaad. Daar stond dat ene zwaard, die had ik zo staan. Nou, dan doen we wel eventjes overgooien. Ik zal heel eventjes laten zien wat de Terra Blade doet. Iedereen is er ondertussen wel bekend mee, omdat het stond bekend als een van de sterkste zwaarden in het spel. Het schiet heel erg snel, graszwaarden af. En die zijn piercing tot, ik geloof, 3 vijanden. Dus, best wel grappig. Nou, we hebben onze arrow, die hebben we nodig. Dan heb ik eigenlijk liever toch... De Lava Charm hebben we niet nodig. En deze... Ja, het nadeel is, deze die doet volgens mij... Die geeft defense. Ja, jij geeft ook defense, maar... Dat is het nadeel. We hebben zoveel stuff. 15 increased range damage en deze doet 12 increased damage. Dus ik denk dat we deze dan beter kunnen swappen. Want dat zijn zeker de items die ik ook vast wil houden. Ik heb defense potions. Ik kan nog heel eventjes een extra... vuurdinges meenemen. Want de baas op zich is hij niet zo moeilijk. Zeker niet met Holy Arrows. Wat wij dus gaan doen. Maar ja, beter het zekere voor het onzekere. Dus heb ik nog hout? Goed oud, gezond hout. Tuurlijk heb ik dat. Goed. Torches heb ik bij me. Mooi, dan kunnen we heel eventjes een paar campfires maken. Want wij gaan namelijk nou richting... Yep. De dungeon. En nee, we gaan niet in de dungeon. Ik zei, we gaan richting de dungeon. De reden is waarom dat we richting de dungeon gaan. Omdat daar de nieuwe vijand zit. Oh, ik heb hier al zo'n slecht idee over. Oh, ik wil Umbreon's Shadow Ball hier hebben. Het probleem is, ze zit al daar. Oh boy. Ik heb een sniper. Heb ik mijn... Poef, poef, poef. Oké. We gaan ze gewoon wakker maken. Ik pak gewoon mijn buffs erbij. We gaan het gewoon doen. Go! Oh, ik word al gelijk geraakt. Dat is al een goed teken. Oké, op het moment dat je dat gaat doen, wordt onze baas wakker. Ik weet niet waar dat hij is. Oh, daar is hij al. Oké, blijf gewoon ver bij hem uit zijn buurt en schiet zoveel mogelijk pijlen. Dat is wat je wilt doen. Dat is de manier hoe dat je hem het makkelijkste kan verslaan. Hij heeft geen veel HP. Je hoeft je dus niet zorgen te maken tot hij veel HP zal hebben. De enige nadeel is, ik raak hem heel weinig met deze aanval. En hij kan zichzelf klonen. Oh boy.
En die kloon die kunnen we niet killen. Ik denk dat ik dit beter met glorified bullets kan doen. Dit is geen goede teken, jongens. Oh boy. Ik raak hem bijna niet. Oké, we gaan over naar de bullets. Ik zei, we gaan over naar de bullets. Waar is hij? Oké, crowd control, crowd. Crowd control. Ik heb hem een beetje onderschat in expert mode. Dit gaat niet goed. Oh jeez, kijk naar hoeveel. Kan ik help? Ja, ik kan help. Goed zo. Ik geef niet op. We gaan gewoon door. En een goblin army is approaching from the east. Ja, dat moeten we weten. Oh jeez, moet je kijken hoeveel dat er te zijn. Maar ja, we blijven gewoon vliegen. Oh, ik ga dit zo niet overleven zo, jongens. Ik blijf gewoon schieten. Hopelijk tot ik iets raak. Nee, je raakt mij niet. Kan ik weer helpen? 13 seconden. We hebben hem al half neer. Help graag. Auw. Holy shit. Ik ga focussen, jongens. Ik ga gewoon focussen. Ik heb nog niet eens het idee of ik hem überhaupt raak. Auw. Auw. Oh boy. Ik blijf leven. Vijftien seconden. Ik kan dit. I got this. Al wees ik al mijn pijlen erop af. Het maakt mij niet uit. Ik ga gewoon de eerste poging gewoon halen. No time to lead. 3 seconden. 11. Ik was even vergeten hoe een uitdaging dat deze baas wel niet is. Waar zijn ze? Oké, nou gaat ik goed, dan gaat ik goed, dan gaat ik goed. Oh boy, dan gaat het weer niet goed. Heb ik hem verslagen al? Kan hij stoppen met zijn enge praktijken? Waar is hij? Oh, daar is hij. Hey! Oh jeez! Nee, ik ben zo dichtbij. 5 seconden. 11. Dank je. En ik kan maar denken dat het een fluitje van de cent zou kunnen worden. Ah, ik heb hem bijna. Ik mag niet verliezen. Kom op. Waar is hij? Waar is hij? Oh, daar is hij. Gewoon rondjes blijven rennen.
En help! Oh, net op tijd! Is hij dood? Nee, dit wordt hem dood! Oh, zo dichtbij! Dit is zo not fair! Oh, dat doet pijn! Oké, poging 2. Nou weten we wat ons te wachten staat. Oké, Mega Shark ready. Oh, ik heb de bullet niet goed staan. Homing bullets! Deal with it! We weten tenminste zeker dat we hem raken. Oh, kijk uit. We willen hem zeker niet de kans geven om zo vaak te klonen. Waar is hij? Oh, hij heeft zich één keer kunnen klonen hoor. Auw. We doen hem damage. Oké. Laten we voorzichtig blijven. Oh boy. Goed. Concentratie is key. Auw. Die draak die doet zoveel damage. Die draak die doet zoveel damage. Dit is gewoon niet tegen te vechten, man. Damn. Finally! We got him! Oh. Oké, nou, we spelen een beetje op uitgezonden beeld. Ik ga dat heel snel fixen. Mijn excuses daarvoor. Ah. Maar uiteindelijk hebben we het gehaald. Ik ga heel eventjes veilig staan en zorg ik heel eventjes dat het beeld weer gewoon is. Want, damn, ik voel me ver weg van jullie. En natuurlijk kan ik dat weer niet zonder 300 keer gestoord te worden. Maar goed, we hebben uiteindelijk de zooi gehaald. En ja, er was ook nog weer erbij gekomen, zoals jullie dus zagen. Ik was heel geconcentreerd, dat zeker. Nou, dit zijn de dingen die dus... Nee, niet zijn hoofd. Zijn hoofd boeit niet. Dit is het ding dat hij dropt. Denk je bij eerste instantie van... ja, wat moeten we daarmee? In eerste instantie niks. Op het eerste moment heb je er helemaal niks aan. Maar je kunt er hele leuke items van maken. Als ik nu op de map ga kijken, dan zien wij dat er dus... 1, 2, 3, 4 pilaren zijn gegaan. Zelf ben ik echt van de Stardust, volgens mij. Volgens mij was het Stardust, maar... Stardust was volgens mij echt range. Dus het liefst ga ik nou naar de range setup toe. Dus dat gaan wij ook doen als ranger. En dat wil ik eigenlijk ook bewaren voor de volgende aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan wij de ranger setup uitproberen. Kijken hoe dat gaat werken. En ik heb hier seeds in geplaatst. Dan moeten ze wel komen natuurlijk.
Nou ja, in ieder geval, dat bewaren we voor de volgende aflevering. In ieder geval, tijd voor een comment van de dag. Want ja, we hebben dus dat beest nu eindelijk verslagen. Hebben we dus toch nog een hidden baas gedaan. We hebben de Terra Blade. Ik moet zeggen, je moet hem echt raken. Want de Green Goo, hij heeft daar een soort van protectie voor. Hij heeft protectie tegen range. En hij teleporteert alle kanten op. Dus hij is erg lastig in expert mode. Dus onderschat hem niet, zoals ik heb gedaan. Maar ja, Drimmerix en Scheepsrix. We hebben een feestje gehad van Stevie. Steven, ik ben Stevie. Hij is Steven. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval van Steve the Guide hebben we dus een feestje gehad. Dat feestje dat heeft geholpen. Dus sowieso is de hashtag Steve's parties zijn awesome. Dat is sowieso de hashtag voor vandaag. Maar goed, wat is nou de comment van vandaag? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Dus laten we heel eventjes een kijkje gaan nemen. En de comment is geselecteerd en de comment van Sjors Wijnhoven. Sjors Wijnhoven die had geschreven: een eigen raam, een raam onder de grond. Veel plezier ermee, Steve, daar onder die grond. Ik weet nu dat je zeker veilig bent en niet meer verder dood in deze serie gaat. Ho, ho, ho. Ik denk, ik maak even de lyrics af, Sjors. Speciaal voor jou. In ieder geval bedankt voor de comment. En ja, je staat dus ook in het huisje van de awesome comments. Goed. In de volgende aflevering gaan we dus kijken of we één ding aan die pilaren kunnen doen. Nee, we gaan ze nog niet alle vier neerhalen. Ik ga er meer over uitleg over geven in de volgende aflevering. Dus heb je een leuk momentje, laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En ja, niet vergeten, hashtag party van Steve is awesome. Nee, ik had het anders gezegd. Steve's party is awesome, awesome. Weet ik veel, maak er iets leuks van. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Ik moet naar mijn werk. Doei!